Iedere kraanman die begon, moest een beroep kennen: elektricien, schilder, lasser, schermwerker. Toen ik hier in de jaren 50 toekwam, was het de gewoonte dat je één of twee keer meeging met een oude kraanman. En de derde keer zat je al alleen in zo'n kleintje van twee ton en half. De eerste weken na Manipur heb ik toch gezweet. Ik had zenuwen. Ik was ook al 28 jaar toen ik met de kranen leerde draaien. De nauwe moet het nog leren hoorde ik de anderen achter mijn rug roepen. Aan de voorhaven lag de elektriek niet onder de grond zoals elders, maar liepen twee koperen leidingen op wieletjes onder de passerel van de hangar. Bij het naar binnen trekken van het goed gebeurde het wel eens dat die kabel tegen de tralies botste. Dat gaf vuurwerk. Het nachtwerk onder die speciale belichting, dat moest ge gewoon worden... Een afstand inschatten in het donker is toch iets anders dan overdag. Het is gelijk een auto 's nachts moeten besturen in plaats van overdag. Op den duur geraakt je ge dat wel gewoon. Wie te zwaar geladen was, werd dat direct gewaar aan zijn grijper. Die moderne kranen tegenwoordig hebben daar geen last meer van. Die zijn overbeveiligd. Maar als je met die kleintjes te zwaar nam, sloegt je uit. Zeker bij te bruske bewegingen voelde je de kraan zo knikken. Maar we wisten tot hoe ver we konden gaan. Het was de kunst om achter de lading aan te zitten. Met onze kraan draaiden we maar tot ergens halverwege waar onze trok moest belanden. Want bij een draaibeweging van een kraan komt de lading die met de bal aan de fles hangt altijd achter, maar zwiert hij wel een eind verder mee. Dan is het een kwestie om die snel mee te pikken en op de juiste plek tot stilstand te brengen. Met die oude kranen zat je er al rap een meterke naast.